De meeste mensen hebben waarschijnlijk wel gezien dat wij een Build Back Better debat wilden hier in de Tweede Kamer. En dat al die Kamerleden dat tegenhielden. Die frase die iedereen nu ineens gebruikt aan de globalistische zijde van het spectrum. En afgelopen week was er een G7-top, dus van de grootste, machtigste landen ter wereld. En die hebben dit verslag uitgebracht. Global Action to Build Back Better. En als je dit leest, 25 pagina's, is echt ontluisterend wat ze allemaal willen. 100 miljoen naar Afrika als het niet meer is. Ze willen 12 triljard gaan uitgeven aan investeringen, klimaatdoelen, genderneutraal, noem het allemaal op. Maar wat ook heel erg opmerkelijk was, heeft iedereen gezien dat ze eerst met die onnozele elleboogjes elkaar gingen begroeten, met dus 2 meter afstand of zo. En je zag in hun gezichten dat ze het ook belachelijk vonden. En daarna zag je ook dat ze, toen ze niet meer op de camera rekenden, dat ze elkaar omhelsten en biertjes dronken en dat soort zaken. Dus dat kwam ontzettend onoprecht over. Ik wilde een debat hierover. Ik vind dat onze regering zich over deze zaken moet uitspreken. Want zo'n G7-summit, dat zijpelt natuurlijk door in alle gelederen van de maatschappij. En in alle gelederen ook dus EU en overal gaat dat komen. Dus wij moeten daar wat over zeggen. En wat er dan gebeurt, nou, ze willen dat natuurlijk niet. Dat is een ongelooflijk doorzichtige en flauwe truc. En dat ga ik ook echt bewijzen in dit filmpje. Want ze zeggen ze, nee, maar morgen is dat debat al. Want dan is er de Raad Buitenlandse Zaken hier in de Tweede Kamer. En op zich klopt het dat er een Raad Buitenlandse Zaken geagendeerd is. Maar als je dan kijkt naar de agenda, de thema's die daar dan besproken worden, dan staat dat daar helemaal niet, die G7 geagendeerd. En daarom dat het dus hier moet, hier. En bovendien, het doel van zo'n Raad Buitenlandse Zaken is ook helemaal niet om als Nederland te bepalen wat wij er als Nederlands van vinden, maar om af te spreken hoe wij omgaan met spanningen in Wit-Rusland en dat soort zaken. Allemaal internationale betrekkingen. Terwijl dit gaat om zaken die doorgaan werken in ons nationale beleid. Dus de Kamer creëert hier een dwaalspoor. En je ziet dat ze ook al anticiperen op dit filmpje. Ze proberen dus mensen, zoals u kijkers, in twijfel te brengen. Van, oh, maar het gaat alleen maar om het filmpje. Dat is onzin. Wij doen juist dat kamerwerk. Wij vinden dat die Kamer zichzelf ook veel serieuzer moet nemen. En niet met allemaal zijsporen de indruk moet wekken dat het hier over de grote issues gaat. Want dat is niet zo. Ze lopen ervoor weg. Ze zijn er bang voor. Ze durven het niet te bespreken. Kijk wat er gebeurde in de Tweede Kamer. Ja, we hebben allemaal de beelden gezien, denk ik, van de G7, waar ze met die ellebogen eerst elkaar begroeten en daarna gearmd en feestelijk biertjes dronken zonder afstand te houden. Hier is het document, 25 pagina's met wat de G7, dus de grote landen, wat die met elkaar hebben afgesproken, wat er moet gebeuren. Het is ongelooflijk wat hier allemaal in staat. Over genderneutraliteit, over heel groot hoeveelheden geld die naar Afrika moeten worden overgemaakt. De allerlei plannen voor vaccinatieprogramma's, lockdownprogramma's. Het gaat maar door, werkelijk. Klimaatneutraal, heel veel politieke uitspraken. En u wil een debat? Ik wil heel graag dat de Tweede Kamer daarover debatteert. Wij moeten weten wat de regering daar eigenlijk van vindt. Dit wordt ook allemaal, dit zijpelt door in al die andere internationale overlegorganen, in de EU, in allerlei andere plekken. Dus wij moeten daarover spreken. Dit is ontzettend groot en belangrijk onderwerp, dus ik wil daar op korte termijn, dus voor de zomer, een debat over. Met de minister-president. Met de minister-president. Ja. Ik help u even. Het woord is aan de heer Kousou. Ja, voorzitter, heel belangrijk zo'n G7-summit, maar wij hebben in deze Kamer hebben we ook overlegorganen die heel belangrijk zijn. En één daarvan is de Raad Buitenlandse Zaken. Dat is morgen om 14:00. Het is dan wellicht niet de minister-president, maar de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Kaag. Daar kunnen we een heel goed debat voeren over dit onderwerp. Geen steun. Ja, mevrouw Belheij, D66. Ja, voorzitter, helemaal in aansluiting bij. Er is inderdaad dat commissiedebat. Dat is gewoon een volwaardig debat. Ik vind dat echt belangrijk om te benadrukken, omdat soms wel eens het beeld kan ontstaan dat als je geen debat hebt in een plenaire zaal, of het dan niet belangrijk genoeg is. Dus ik wens de heer Baudet, via u, voorzitter, veel succes morgen bij de commissiedebat voor RBZ. Dus geen steun voor dit debat. Geen steun. De heer Tom van der Lee van GroenLinks. Ja, ook geen steun. En er is morgenochtend ook nog een debat, Algemene Raad, een commissieverband. En donderdagmiddag de Staat van de Unie. Nederland zit niet in de G7. Maar zaken die daar besproken zijn, komen ook bij de Staat van de Unie aan de orde. Dus ik nodig uit om daar naartoe te gaan. Mevrouw Agema, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Corona gaat nooit meer weg, maar de coronacrisis is gelukkig wel voorbij. Dus ik hoop dat wij op korte termijn ook hier geen mondkapjes meer dragen en geen anderhalve meter meer hoeven te hanteren. En voor de rest zal mijn collega Meijer het debat morgen voeren. Dus u steunt niet het debat? Nee, omdat het morgen is. Ja. De heer Van der Staaij van de SGP. Steun voor het debat. Steun voor het debat. Mevrouw Agnes Mulder van het CDA. Ja, voorzitter, het is heel belangrijk dat dit onderwerp wordt geagendeerd. En ik denk dat morgen inderdaad het snelste is om dat te doen. De heer Dassen, Volt. We gaan het morgen bespreken, voorzitter. Geen steun. Geen steun. Mevrouw Leijten, SP. Ja, voorzitter, eigenlijk gaat het nooit zo snel, hè? Als je een debat aanvraagt en het is al de volgende dag. Dus gefeliciteerd dan, heer Baudet. Maar geen steun in ieder geval voor het separate debat. Mevrouw Van der Plas van BBB en dan mevrouw Tellegen, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Op het gevaar af dat we allemaal weer in een filmpje terechtkomen van Forum voor Democratie, dat wij als Kamer weigeren hierover te spreken, want dat is de vorige keer ook gebeurd. Zeer kwalijk, want er zijn hier duidelijke argumenten gegeven waarom niet op dat moment een debat werd gehouden. Op het gevaar af geef ik nu ook weer geen steun. En waarschijnlijk worden we weer allemaal als grote weigeraars op het Twitter-account van Forum gezet. Of op het Twitter-account van de heer Baudet. Maar dan doe ik hem ook bij deze een oproep. Of die dan ook even een filmpje plaatst van iedereen die hier geen steun heeft gegeven. Met de onderbouwing waarvoor. En dat er morgen gewoon een debat is waar u bij kunt zijn. Mevrouw Tellegen, VVD. Mevrouw Leijten zei het mooi. Het is morgen, dus geen steun voor deze oproep. De heer Efraïm, Groep van Haga. Ik heb een filmpje en ik steun het voorstel. U steunt wel het voorstel. Oh. Ja, De heer, we zijn nog niet klaar. De heer Zeder van de ChristenUnie. Ja, er is morgen een gelegenheid, dus ik wens de heer Baudet succes morgen. Er is geen steun, meneer Baudet. Ja, mag ik er even iets over zeggen? Kijk, dit is altijd het spelletje. Van er is morgen een debat en daar kan de heer Baudet zijn standpunten naar voren brengen enzovoort. Wat mijn probleem is met wat er hier gebeurt, is dat er ontzettend veel aandacht en tijd wordt besteed aan dingen die uitwerking zijn van de grote plannen, de grote ideologische kwesties. En dan, dit is een groot ideologisch punt. Ja, dit is waar het echt om gaat. Dit is wat Baudet, de richting van de wereld bepaalt. Baudet, en dan is er een of ander achterafzaaltje. Dan kunt u ook uw punten brengen, meneer Baudet. En dat is nou typisch dit. En overigens mevrouw Van der Plas. Meneer Baudet, ik doe u even uit. U heeft volgens mij heel goed gemotiveerd waar u een debat wil aanvragen. Alleen collega's zijn het daar niet mee eens. Ze zeggen dat er morgen een debat is. Dus dat is even de discussie. Dus ik wil geef u nog heel kort het woord. Er zijn hier continu debatten over alle mogelijke onderwerpen. En iemand mag dan zijn of haar standpunt naar voren brengen. Maar een groot fundamenteel debat in de plenaire zaal over wat die types met hun Build Back Better allemaal met ons van plan zijn, dat houden jullie al maanden en maanden tegen. Gelukkig hebben we een burgerinitiatief gestart. Meneer Baudet, dus het komt wel op de agenda. Meneer Baudet, maar het is gewoon zo typerend. U bent heel helder, maar u heeft geen steun. Dus ik wil ook aan de collega's vragen niet de discussie op te roepen. Misschien kunnen mevrouw Leijten, ja, voorzitter, en mevrouw Belheid tot slot. Ik heb net gezegd, toen het ging over het verzoek over een asieldebat, dat we daar open en eerlijk naar moeten kijken en ook een verzoek van een minderheid moeten eerbiedigen als meerderheid. Maar dit is gewoon een onzinverzoek. Als de heer Baudet een debat wil, wat de volgende dag al is, dan is hij gewoon verkeerd geïnformeerd. Heeft hij zijn werk niet gedaan? Dank u wel. Voorzitter, nog één ding. Als je iets wil opbouwen en iets wil agenderen, dan staan hem alle middelen ter discussie. Maar het enige wat de heer Baudet doet, is hier een debat aanvragen, een filmpje knippen en weer rosé gaan lopen drinken. Schrijf dan een initiatiefnota, neem een ander initiatief, gebruik je middelen en sta hier niet iedereen af te zetten. Mevrouw Leijten, er is nu van beide kanten gemotiveerd. Ik ga dit verzoek nu stoppen. Mevrouw Achter. Voorzitter. Ja? Ik wil eigenlijk nog het volgende zeggen. Want kijk, waarom raakt dit en waarom wordt dit een debat? Terwijl het gaat eigenlijk over de procedure. En dat heeft te maken met in de woorden die de heer Baudet gebruikt, de suggestie wordt gewekt alsof wij geen debatten willen. Er worden tientallen debatten gevoerd deze week. En al die commissiezalen. Meneer Baudet, een commissiezaal is niet minder dan een plenaire zaal. En ik zou u willen verzoeken om op te houden met die arrogantie en een suggestie alsof u 149 collega's u dingen niet gunnen. Dank u wel. Maar dag in dag uit, mevrouw, in die zalen hun controlerende taak doen. Het zou u sieren als u ophoudt met die
arrogant. Mevrouw Belhaar, er is nu volgens mij voldoende over gezegd. Dit is gewoon een procedurevergadering en niet een inhoudelijk debat. Er komen debatten aan en dan kunt u dingen uitwisselen. Meneer Baudet, ik dank u wel voor uw verzoek. Dus nogmaals, het dwaalspoor. Het staat niet op de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken die morgen is. Het is ook strikt genomen helemaal niet het onderwerp. Ik wil het niet hebben over buitenlandse zaken. Ik wil het hebben over wat dit betekent voor de binnenlandse zaken, voor de politiek in Nederland. En ik wil dat die Tweede Kamer zich uitspreekt over de Build Back Better plannen, de Great Reset. En dat willen ze alsmaar niet. En vandaag was opnieuw het bewijs, ook Caroline van der Plas, met een arrogant verhaal van ja, filmpje dit en dat, totaal misplaatst. Ze staat erbij, ze kijkt ernaar, ze snapt niet hoe het hier echt gespeeld wordt, hoe ze dwaalsporen creëren. Maar in dit filmpje heb ik het opnieuw aan jullie laten zien.